In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan we op pad met verkiesbaren uit Altena. Dit keer met Renze Bergsma van het CDA. De provincie levert bijvoorbeeld een bijdrage aan een duurzaam Altena, woningbouw, bereikbaarheid en de A27 met de Merwedebrug. En waarom zijn die Provinciale Statenverkiezingen nou zo belangrijk? Het is ontzettend belangrijk en het lijkt voor mensen wel eens een ver van mijn bedshow, maar het gaat echt over dingen waar we dagelijks mee te maken hebben. Nou ja, hier misschien wel een heel mooi voorbeeld als het gaat over de veerdienst. Hij vaart hier. Het zou natuurlijk geweldig zijn als die elektrisch zou worden en een stukje schoner, een beetje geruislozer. Als we naar een duurzaam Altena willen, hoort dat daar ook bij. Ja, en als we het dan hebben over een duurzaam Altena, wat kan de provincie daaraan bijdragen? Schoner busvervoer, het kan mee investeren natuurlijk in allerlei klimaatmaatregelen, het verduurzamen van het woningbezit. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook over waar komen locaties voor zonneweides of windmolens. Allemaal dingen waar de provincie over gaat. Ja, en als we dan eens heel concreet gaan kijken naar een aantal projecten hier bijvoorbeeld in Woudrichem waar de provincie een bijdrage aan heeft geleverd of kan leveren, kun je er eens een aantal noemen? Nou, een hele leuke is, en die is pas van start gegaan, is het project rondom deelauto's. De vesting in Woudrichem heeft 2 deelauto's gekregen. En bij wijze van proef. En daar doen een aantal vestingbewoners mee om misschien uiteindelijk wel die auto wat uit de vesting te weren. En ook de mobiliteit wat te verduurzamen. Een klein projectje, daar zie je de provincie ook. De provincie investeert ook heel veel in leefbaarheidsprojecten. Woningbouw is van belang, bereikbaarheid. Je kunt het zo gek niet opnoemen. En natuurlijk ook, niet te vergeten, streekergernis nummer 1. Hierachter de A27, de Merwedebrug. Wordt al lang op gestudeerd, is ook geld voor uitgetrokken. Maar het is toch wel heel goed dat daar vanuit het provinciebestuur maximale druk op wordt gezet. Dat het ook snel gerealiseerd wordt en dat het niet voor al te veel overlast gaat zorgen in de streek. Ja, jij noemde net de provincie misschien een klein beetje een ver van mijn bedshow. Tot slot, waarom is het dan belangrijk voor de mensen uit Altena om te kiezen voor een lokale kandidaat? Nou, met ver van mijn bedshow bedoel ik eigenlijk, je denkt er niet dagelijks aan. Maar alle dingen die je eigenlijk in je dagelijks leven doet, daar heeft de provincie wel invloed op. En het is natuurlijk heel erg van belang dat de stem van Altena ook in Den Bosch gehoord wordt. Ga naar de stembus, dat is het allerbelangrijkste. En denk ook een beetje aan uw regio-kandidaten.